Thibaut Ponsaerts, deze wedstrijd dwars door Hageland is een grote ontdekking voor jou. Is wel een thuiswedstrijd, hè? Ja, inderdaad. Het is niet ver van huis. Ik heb het een paar keer verkend. Het is wel een lastige wedstrijd. Met een paar korte klimmetjes en ik kijk er wel naar uit, naar de gravelstroken. Ik heb er weinig ervaring mee in koers, maar vooral is het de eerste keer zeker. Waar vrees je voor deze wedstrijd? Positionering gaat het moeilijkste zijn, denk ik. Dat is iets dat je moeilijk in handen hebt, zeker in de ploeg waar ik reed. We krijgen minder snel onze plaats, maar we zullen het zelf moeten afdwingen eigenlijk, denk ik. Jullie zijn toch in staat om een ontsnapping tot stand te brengen, denk ik, hè? Ik denk het ook wel. Dat het wel vrij moeilijk kan zijn om in het begin met een groepje weg te rijden. Dat er heel hard gaat gereden worden door het peloton om naar de gravelstroken te gaan. Maar ik denk als de wedstrijd wel in zijn plooi valt, dat er wel misschien op 100 kilometer van de meet een ontsnapping kan ontstaan. Wanneer ben je zelf tevreden van deze wedstrijd? Ik ga tevreden zijn als ik kan uitrijden vandaag. Want ik ben deze week wel ziek geweest. Ik heb een voedselinfectie gehad en we gaan zien hoe de benen gaan aanvoelen en of ik kan uitrijden of niet. We zullen zien. Oké, veel succes. Dankjewel.